Op het terrein van Theole is donderdag 14 mei gestart met het jaarlijkse beachtournament. In de maanden mei, juni en juli vinden er elk weekend wedstrijden plaats in een tot strand omgetoverde arena. Er wordt door verschillende teams uit heel Nederland onder andere gevoetbald, gevolleybald, getennist en gerugbied. De aftrap van het jaarlijkse evenement stond in het teken van de Henk van Genderen Cup. Van Genderen was nauw betrokken bij de organisatie van het beachtournament en kwam door geweld om het leven in 2007 op 48-jarige leeftijd toen hij een inbreker overliep.